Nou, volgens mij kunnen we helemaal beginnen. Ik heb de fragmenten, ik heb ze nog niet allemaal gehoord. Dus dat is wel leuk. Dat vind ik ook altijd wel interessant. Tegenover mij zit de man die je kent van De Minuut van Ruud bij de vooravond. Als schrijver van Dit Was Het Nieuws. Als acteur in 4 seizoenen Hufterproof. En hij gaat deze zomer ook de bühne op met Guido Weijers en Andries Toenroe. Dames en heren, Ruud Smulders! Yeah. Het is een beetje gek publiek, hè? Dat wij voor onszelf moeten klappen gewoon. Ja, maar het is ook radio, zeg maar. Het is ook wat je stiekem altijd doet bij radio al. Ja, ja. Dus nu er ook gefilmd wordt, is het in één keer gênant dat je zo... Het is een heel jezelf... volwassen podcast is dit geworden. Ja, wat goed. Ja, want dit is nieuw, toch? Dit is... We hebben alles gefilmd ook. Ah. Ik heb het je hebt het gehoord. Nooit gehoord of ik gezien? Ik heb het alleen gehoord. Nooit. Oh, je hebt het alleen gehoord. Gijs was het toch of niet? Ja. Ruud, wat fijn dat je er bent. Leuk om te zijn. Ja, wat ik al zei, de meeste mensen kennen jou waarschijnlijk van De Minuut van Ruud bij de vooravond. Ik heb je leren kennen toen Guido Weijers jou als groot nieuw talent noemde. En dat deed hij met dit fragment. Ik heb geen vlinders meer in mijn buik. Dus ik had gisteren kleine rupsjes in mijn stront. Dus ik denk... Dan kan ik geen vlinders in mijn buik hebben, toch? Dan is het gewoon... Had ik een zwak voor iemand, maar that's it. Dat heeft zich niet kunnen ontwikkelen. Toen dacht ik, nou, Ruud moet in de podcast komen. Ik heb daar heel erg om moeten lachen. Nou ja, maar ja. Jij zit dan nee te schudden. Ja, ik weet niet wat het is. Ik denk, wat is het toch voor een onzinberoep eigenlijk? Ik sta gewoon letterlijk onzin te verkondigen. Ja. Dus dat hoor ik dan terug en denk, oh ja, dat is nu out there. Dat is nu een ding. Ja. Rupjes in je stront. Nou, gedeeld met de wereld. Nou ja, gecombineerd met de vlinders in je buik. Dat vind ik dan heel grappig. Ja. Heb jij wormpjes in je stront? Heb je het wel eens meegemaakt? Nee, maar als ik jou zie, ook bij De Minuut van Ruud, dan denk ik, jij bent een soort grappenfabriek. Het blijft er maar uitkomen. Is dat niet zo? Nou, het is zeker periodes zo. In de zin van, als ik in een seizoen zit van de vooravond en dat dubbelde voor seizoen ook nog eens een keer met Dit Was Het Nieuws, dan ben je letterlijk een grappenfabriek. Want dat is. Maar ik weet niet of ik het altijd ben. Ik ben wel vaak luidruchtig. Dat krijg ik wel vaak terug. Ja? Maar het is niet altijd grappig. Hoe uitzicht dat dan? Ja, gewoon als ik iets hoor, dan wordt dat snel een typetje. En dan ga ik dat stiekem uitzitten zoeken van, wat is er nou leuk aan deze stem? En dan kan ik goed een halve dag hetzelfde schreeuwen. Maar bijvoorbeeld cartoon types. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik kwam er laatst achter. Maar dit moeten ze gelijk opletten bij audio hoe hard het gaat. Dora kwam langs. Dora die Explorer. Dora, ja. En toen die aap schreeuwde van, pak je rugzak, Dora! En toen dacht ik, dat is al tikkie hysterisch. Hoe vaak kan je het zeggen totdat het problematisch wordt, zeg maar. Ja. Dus ze zeggen het altijd 2 keer in die serie. Ze zeggen, pak je rugzak, Dora! Pak je rugzak! Pak je rugzak! En daar merk je, nee, die aap is echt fucking agressief, zeg maar. Ja. Dus daar ben ik dan mee bezig. Maar dat is dan ook hard. En ja, dat lijkt me... Ik ben vooral luidruchtig. Hoe oud ben je? 34. Hoe lang duurt die puberteit? Ja, maar dat is wel echt aan de hand, ja. Ik ben wel nog steeds wel jong, ja. 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 Maar ja, dat helpt je ook. Want voor die minuut van Ruud heb je dat ook heel hard nodig. Ja. Ja, het heeft een heel veel jaren niet gewerkt. Zo ergens eind 20 denken mensen, come on, wanneer slaat het om? En nu is het een soort van, oké, hij commit wel echt als zijn puberteit. Ja. Nou wil ik er geld voor geven. Ja, dat is wel een goede verandering. We gaan aan de hand van 5 door jou gekozen fragmenten door je carrière. Welke comedians hebben jou geïnspireerd? Ja. Waar moet je zelf om lachen? Ik vraag het aan meerdere mensen. Wat is een definitie van humor eigenlijk? Dat is een goeie, om daarmee te beginnen. Wat is dit nou weer voor gigavraag? Ja. Maar wat is de definitie van humor? Jeetje. Wat is humor? Voor mij is humor een ingang voor om iets te snappen of bespreekbaar te maken. Ik snap relatief weinig. Mm-hmm. En humor is daarvoor een tool. Ja, dat ik echt denk, oh, oké, nu kunnen we wel een stapje verder komen. Ja. Dus door het lachen begrijp je meer dingen? Ja. Of accepteer ik meer dingen, ja. Dus er zijn 2 dingen voor mij van... Of ik snap iets beter. Want ik denk, waarom doen wij dit met z'n allen? Ja. Of ik durf makkelijk over iets te praten. Dus als het een heftig thema is... dan is humor voor mij wel een soort van... oh, dan kunnen we er via de achteringang toch nog naartoe. Dan kun je er makkelijker over praten. Ja, ja.
Dus ik weet nog wel, een vader van een vriend van mij, die heeft ooit zelfmoord gepleegd. Dat doe je maar één keer. Mm. Ik zeg het een beetje alsof hij toch... Het klonk, ik hoorde mijn eigen zin en dacht, die heeft het ooit gedaan, vond hij niks. En die zit nu, heeft een huis op Ibiza en maakt klokken. Nee, dat heeft hij gedaan en dat heeft hij gedaan in de schuur. Dat is heftig. En van binnen de deur op slot gedaan. Zodat hij echt niet gered kon worden. Nee. Dit was super heftig in onze vriendengroep. What the fuck is dit nou weer? En hij was erover aan het praten. En je voelde zo langzaam zo de lucht uit die kamer gezogen worden. En volgens mij zei ik van... Ik zeg, jeetje man, wat heftig. Kan je alweer bij je fiets? Zoiets maakte ik. Zo van, die schuur, dat is fucking heftig. Je kan dus nooit meer bij je fiets. Zoiets was het. En daar moesten we allebei zo hard om lachen van... Dit is echt het meest ongepaste moment. Ja. En doordat we heel even die zuurstof de kamer in konden pompen, konden we daarna weer verder met dat gesprek of zo. Ja, ja. Dus de lucht gaat uit de ballon, hij is te groot en dan paf. En dan is er weer ruimte voor andere dingen. Ja, en ik denk als ik niks stoms had gezegd over een fiets, dan was het daar gewoon te ongemakkelijk geworden voor iedereen. Maar stel dat hij nou was uitgebarsten in huilen, wat dan? Nou ja, ik denk wel over de 34 jaar heen dat je dat leer je beter aftasten. Ja, ja. Dus bij deze vriend wist ik echt wel toen ik aan die zin begon, dat is wie wij zijn van elkaar. Maar ik heb zeker in de eerste 25 jaar die fout veel te vaak gemaakt. Ja. Dat ik dacht, ja, dit kan echt niet. En die persoon zie ik nooit meer terug. Nee. Ja. Werd er veel gelachen vroeger in Malden? Ja, er werd wel veel gelachen. Ik was wel een beetje de dorpsclown. Ja? Ja. En hoe oud was je toen? Ik heb daar gewoon tot mijn 18e of zo, of 20e misschien wel. Maar was je al clown op jonge leeftijd of begon ik was op latere leeftijd? Nee. Op de basisschool hadden we altijd een week afsluiter en dan speelden we toneeltjes. Nee. Ik weet het niet precies. Het heette de viering. En volgens mij blikten we terug op de week. Of we deden iets. Maar vanuit school of vanuit jullie gewoon? Nee, vanuit school. Okay. Dus ik denk dat er toch iets van toneelles was al of zo. En dat deed ik 3 in de 4 weken deed ik daaraan mee. Want zo rouleerde die klasse. Ja. En als ik niet mee mocht doen, dan was ik de hele week echt niet te doen. Echt op maandag al met een hangend hoofd. Van waarom zou ik deze week überhaupt leven? Dat was wel. Maar echt serieus dat mijn ouders ook naar school werden gevraagd. Van iedere keer als Ruud niet mee mag doen, dan hebben we een kut, Ruud. Een week lang. Dat was echt een probleem. Dus je had een ongelofelijke drang om al te performen, om dat was iets te doen voor mensen. Ja, dat was het enige waar ik echt naartoe uitkeek. En de rest dacht ik, ja, topo, heb ik het echt nodig? Nu weet ik dat Oslo in Zweden ligt, of is dat niet eens waar, zeg maar. Nee. Dus, en dat vond ik echt vet. Ja, en daar dan grappen maken. Ja, dat vond. Dus het zit er bij mij wel heel diep in. En zo diep dat toen ik ergens ietsje later heb ik ooit een keer een avondvullend ding gemaakt. Mm-hmm. Want ik dacht, dat zie ik anderen ook doen. Dus schijnbaar moet je avondvullend zijn. Ja. Dat was mijn eerste stap, was 90 minuten comedy. En toen heb ik het plaatselijke theater gebeld. En dat zat dan ook helemaal vol. Omdat Malde dan wist, die gekke Ruud, die gaat nu echt een keer wat doen. Ja. Oké. Okay. Dus jouw eerste kennismaking met iemand die 90 minuten theater maakt, is Theo Maassen. Ja, ik denk het wel, ja. De afscheidsspeech voor Henk van Tillaert van Mengvoeders United. Heb je meegenomen? Laten we daar naar luisteren. Dames en heren. Vrienden, kennissen en collega's. Afscheid nemen is natuurlijk altijd een trieste zaak. Maar zeker als het gaat om iemand als Henk van der Tillaert, dames en heren. Want je hoefde hier op het bedrijf de naam Henk van der Tillaert maar te laten vallen. En iedereen wist over wie je het had. Over Henk van der Tillaert natuurlijk. En Henk was altijd bezig. Aantekeningen maken, notities maken, dingen noteren, enzovoorts, enzovoorts. Dat was Henk ten voeten uit. Druk als een klein baasje. En altijd een opbeurend woordje paraat om zijn collega's op te beuren. Wat zal hier op het bedrijf gemist worden? En daarom ben ik ook zo blij, Henk, dat we niet alleen collega's zijn, maar ook privé. Ja, regelmatig bij elkaar over de vloer komen. We zijn vrienden. Toch? Wat is hier zo goed aan? Nou ja. Wat vond de kleine Ruud hier zo goed aan? Ten eerste, ik weet vooral nog dat mijn vader hier heel hard om moest lachen. Dat weet ik nog.
Maar dit verhaal escaleert uiteindelijk dat er ook een homoerotische spanning is geweest tussen hem en Henk. En dat Henk met zijn vrouw er vandoor is gegaan. Dus het wordt maar erger en erger. Ja. En tegelijkertijd is het ook een soort die herkenbare mensen die echt niet kunnen speechen. Maar ja. Gewoon, het is verschrikkelijk en het wordt alleen maar triester. En hij heeft dat zelf niet door. Dat vind ik er heel vet aan. Ja. We gaan naar 1997, een fragment van de Amerikaanse Ierse stand-up Dennis Leary over een simpel kopje koffie kopen. Is it impossible to get a cup of coffee, flavored coffee, anymore in this country? Huh? What happened with coffee? Did I miss a fucking meeting with the coffee? Huh? You can get every other flavor except coffee-flavored coffee. They got mochaccino, they got chocaccino, frappuccino, cappuccino, rappuccino, alpuccino. What the fuck? www.whatthefuck.com. Andere tijd. Ja. I walked into a Starbucks about a year ago. A little kid behind the counter. I go, yeah, give me a regular. Regular what? Coffee. What flavor? Coffee flavored. I'll stick that menu right up your ass, kid. Menu. Coffee doesn't need a menu. It needs a cup. That's all it needs. Maybe a saucer underneath the cup. That's it. Wat maakt dit zo grappig? Wat is heel herkenbaar? Nou, dit was voor mij de eerste echte comedy special waarvan ik dacht, wow, dit wil ik doen, man. Ja. Dit is het. En wat ik heel grappig vind, is hij is echt woedend. Dus je mist nu natuurlijk zijn mimiek, maar hij staat echt te dreigen van koffie met een vuist, want ja, ik sla je nu. En dat stuk duurt 10 minuten. Over zijn ervaring met dat koffie, naar koffie smakende koffie niet meer bestaat. Mm. En dat houdt niet op. En de woede over iets zo sufs, dat vond ik heel grappig. Van, oh, dus daar kan je boos over worden. Ja. En hij verheerlijkde ook zijn extreme. Hij rookte als een ketter. En dat maakte hij alleen maar mooi. Dus hij maakte van iets waarvan we allemaal weten dat dat slecht is, iets moois. En dat vond ik ook grappig. Van, oh, je kan gewoon kamp kiezen. Je kan gewoon zeggen, nee, rook is goed. Ja. En daarin een bit verzinnen. Ja, dat vond ik echt heel vet. Maar wat jij net zei over de rugzak van Dory. Ja. Is dit dan een beetje het zaadje wat gelegd is? Dat je denkt van, hoe ver kan ik gaan? Wanneer slaat die wip om dat het leuk gaat worden? Want eerst komt hij eigenlijk onder je nagels, toch? Ik denk wel dat hij er wel voor gezorgd heeft dat ik dacht, oké, erge thema's kun je gewoon leuk maken. Je kunt gewoon oplopen en een ambassadeur worden van iets verschrikkelijks. Mm-hmm. Dat zie je echt terug in de comedy die ik maak. Ik ben heel vaak voor het slechte en tegen het goede. Ja. En ik vind het heel leuk om iets moois, zoals de geboorte van een kind, mm-hmm, om daar een invalshoek te vinden waarom dat verschrikkelijk is. Dat vind ik heel grappig. Dus dat noemen ze bijvoorbeeld altijd een wonder. Het is een wonder. Maar statistisch gezien is de geboorte van een kind niet per se een wonder. Nee. Dat is gewoon, weet je, het is geen Taj Mahal. Het is best wel normaal. Statistisch gezien is een doodgeboren kind een groter, is unieker. Je zou daarover eerder kunnen zeggen, dat is een wonder, ja, dan een levend geboren kind. En dat vind ik grappig om te doen, omdat ik ook wat door heb. Ja, niemand moet deze straat in, maar toch leuk om te doen. Dus dat vind ik heel grappig, van iets heel moois kapot maken en iets heel lelijks moois maken. Ja. Maar dan denk je wel even na waar je die grap wel en niet vertelt. Zeker, dus dit is een groot risico. Dat ja, ik het hier, daarom, ik kleed het nog enigszins in de context. Ja. Maar een zaal is, daar is al een voorselectie van mensen. En bij de radio is dat altijd, want ik heb ook voor de radio gewerkt, dan heb je geen controle over wie er luistert. Nee. Dus dat ik een mailtje ga krijgen over iemand, jij weet niet hoe het is om een miskraam te krijgen, is 100% ja, gegarandeerd. Nee. Maar ja. Wat een wonder, zeg je dan. Ja, dan zeg ik, oh, dat is toch wonderlijk dat ik van jou niet mail. Eigenlijk een wonderlijke mail die je naast dit. Respect voor collega cabaretier. Waar jij heel veel respect voor hebt, wie is dat? Wie heb je meegenomen? Micha Wertheim. Oké. Okay. En waarom heb je zoveel respect voor hem? Ja, dat is zo slim. Dat is zo ongelooflijk tot in de puntjes uitgevoerd altijd. Ja. En het is 9 van de 10 keer meta. Dus vorm, meta? Ja, vorm op vorm, zeg maar. Hij fokt ook de vorm waar die in zit. Dus hij fokt de vorm cabaret aan zich. Ja. Ik weet nog wel zijn eerste show, denk ik. Toen won die ook het Leids Cabaret Festival. Ja, en dat is in de praktijk
daar zit niet zoveel aan, zeg maar. Het kan je helpen. Ja. Maar hij heeft die registratie dan gefilmd in een of andere aftanse halve bingozaal, waar hij dan zichzelf verheerlijkt vanuit de recensies hoe briljant hij wel niet is. En richting het einde pakt hij ook die bokaal die hij heeft gewonnen. En dan ruimt hij de boel een beetje op. En dan zie je ook, ja, dit zijn twee opgestapelde vuilniszakken met een doekje eroverheen. Dus de hele romantiek, zeg maar. Je ziet gewoon, oh ja, het is gewoon ook dan nog keihard werken in kutzalen, zeg maar. Dat was volgens mij zijn eerste show. Ja, dat vond ik heel vet. Want hij bleef een karikatuur van zichzelf daarin. Mm-hmm. Als ik ben beter dan wie dan ook. En ondertussen sta ik in de meest droevige setting die er is. We gaan luisteren naar een fragment uit zijn show Volgevorderde. Over meepraten met dingen waar je geen verstand van hebt. En dan vragen ze aan mij van, heb je nog een tip? En dan zeg ik, je moet de jonge Aziatische schrijvers in de gaten houden. Grote tip. Dan nog, in mijn vriendenkring zijn er altijd wel een stuk of drie die zelfs daar niet van ophouden. Die gewoon doorgaan, die dat leuk vinden. Die denken, ja, jonge Aziatische schrijvers, want dat lezen ze ook allemaal. Dus op dat moment sta ik als het ware nog steeds op het hele dunne ijs, zou ik maar zeggen, van de poses die ik aanneem. Maar dan komt het onvermijdelijke moment van, Micha, waar ben je nu mee bezig? En dan zeg ik, Kumiko Shinichi. Ja, is helaas nog niet in Nederlands vertaald. Kumiko Shinichi is een jonge Japanse schrijver van 28... die zich in zijn werk afzet tegen de strakke hiërarchische cultuur die Japan als het ware al jaren in een wurggreep houdt. Dat staat op de Wikipedia-pagina, dus dat zal dus wel waar zijn. Volgende vraag die ik dan krijg, van goh, waar gaat dat boek over? Dus ik vat dat boek dan kort samen. Althans, ik herhaal de samenvatting die ik uit mijn hoofd geleerd heb door op de Wikipedia-pagina te kijken. En op dat moment sta ik echt met lege handen. Nog één vraag en mijn hele kaartenhuis stort in en ik ben ontmaskerd. Maar dan richt ik mij tot die hele andere groep van mensen die al heel lang helemaal onzeker naar ons staan te kijken. En dan kijk ik naar die laatste twee mensen en dan zeg ik, sorry, maar zullen we nou ophouden met dat gepapa over literatuur? Laten we het over het Nederlands elftal hebben. En dan ben ik nog een getapte jongen ook. Dit is een gesprek wat zou ook al voorkomen. En ja, maar dat is zo knap. Ja. Dus het is, hij fokt toch weer de vorm, zeg maar. Ja. We kennen allemaal dat gesprek, maar hij laat het helemaal doorontwikkelen. Het duurt trouwens veel langer ook, hè, dit fragment. Ja. Maar het is, ieder woord klopt. Het is gewoon zo goed uitgevoerd altijd. En iedere nieuwe voorstelling heb ik het idee dat hij toch weer dieper zijn rabbit hole ingaat van het maken. Ja. Totdat hij twee voorstellingen geleden op een gegeven moment een voorstelling maakte waar hij zelf niet aan meedeed. Dus hij was fysiek niet aanwezig bij zijn eigen show. En dat werd via audio duidelijk. En op een gegeven moment werden wij als publiek betrokken van, ja, ik ben er echt niet. Dus iemand moet even het volgende blaadje of op die knop drukken of wat dan ook. Ja, dan ben je voor mij echt een kunstenaar. Dat je jezelf wegbezuinigt uit de performance. En dat was een hele grappige show. En het was ook de eerste show waar ik mijn vriendin mee naartoe nam van, ik ga nooit naar cabaret. Ik zeg maar, Micha, moet je een keer meemaken. Dat toen vind was ik er niet. En toen was hij dus, haar kennismaking met haar was, hij was er niet. Ja, dat is leuk. Je hebt respect voor Micha Wertheim, maar ook voor andere collega's. Want deze zomer ben je met Anders Toenroe en Guido Weijers aan het toeren. Ja. Drie cabaretiers bij elkaar. Ja. Hoe verlopen die voorbereidingen? Zijn jullie dan tegen elkaar op aan het bieden met grappen maken? Of hoe werkt dat? Nou, ik kom net van een week lang dat we ons afgezonderd hebben met z'n drieën. Opbieden valt in dit geval wel mee, omdat we zijn zo verschillend, mm-hmm, dat we gewoon precies weten wat we aan elkaar hebben. Dus Andries is echt een slimme, beetje elitaire comedian bijna. Guido is een volkse gast. Ja. En ik ben denk ik de weirdo of zo. Dus we zitten nooit. Ik ken nog niet zo heel goed, maar dat zou heel goed kunnen. Ja, denk ik. Ik denk dat mensen dat gaan verwachten. Ik ben wel, het escaleert snel, het is snel donker, zeg maar. Ja. Dus nee, dat gaat verrassend goed. En dat blendt lekker met elkaar. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, dus af en toe gaan we totaal de bocht uit, want ik moet per se iets doen. Ja, het is jammer dat ik nog niks kan vertellen. Nou, je kan wel iets vertellen, toch? Ik kan wel een klein stukje vertellen. Je bent nou, niet nou, okay, ik kan wel, je, ik kan je cd ook al vergeten. Dus, als je dit wat ook niet gaat vertellen, doen? Dan vind ik het echt... Ja, nee, maar kijk, het gaat er bij niet om dat ik misschien iets spoil, maar meer, oh ja, dit stuk heeft zoveel context nodig, want anders zijn we voor de tweede keer beland bij dode baby's. En dat gaat niet goed. Nee. Maar ik had bijvoorbeeld al heel lang als idee,
Terminator, ken je de film? Zeker. En Arnold Schwarzenegger komt daar geknield naakt in een steeg naar voren. Ik dacht, dat lijkt me een vette opening van een programma. Zeg maar, de Terminator muziek. Ba-bom, ba-bom, ba-bom. Ja. En de rook trekt op en daar zit je dan geknield, naakt. En dan. Dat leek mij een grappig gegeven. Dat je daar bloot zit. Ja. En dan kan je niet. Ja, dan ben je bloot. Ik heb het niet verder. Nu zitten alle drie daar naakt. Nee, als... dus, oh. Het lijkt me de, dus bij Guido en Dries zullen dit nooit doen. Nee. Dus dan vind ik het contrast nog leuker. Dat ik daar naakt zit en dat zij daarnaast staan. Maar ja, en wat, waar dacht je zelf dat deze scène naartoe zou gaan, zeg maar? Nou, daar heb ik allemaal dingen verzonnen. Hoe je zo lang mogelijk mij bloot kan houden zonder dat je ziet, te veel ziet. Want dan is de grap ook weg. Mm-hmm. En uiteindelijk, nou, dat kan ik je wel vertellen. Want ik verwacht niet dat alle mensen die komen toevallig ook deze podcast hebben geluisterd of andersom. Uiteindelijk na een hoop gedoe wil ik me dus aankleden. En je bent al lang je lul uit het zicht aan het houden. En als je dan eenmaal aan bent gekleed, achter een soort doekje. En dat je daarachter vandaan loopt, dat je helemaal bent aangekleed. Maar alleen je lul hangt uit je broek. Dat lijkt mij zo grappig. Nou goed, dat leg ik op tafel. Dan zie je Guido en Dries kijken. Yes, meer jouw ding. Maar hey, wel vet als ik ernaast kan staan. Ja, want je kijkt wel naar hun reactie. Want jij bent daar lyrisch over. Maar dan zeggen zij van, nou ja, dat is leuk. En nou, zij, doe je ding. Daar zat sowieso een lach van. Ja. Dit is zo dom dat je een scène hebt van 5 minuten... waarin niemand niet wil dat je ze lul ziet. Om uiteindelijk met alleen maar je lul zichtbaar een volle zaal tegemoet te lopen. Ja. En ze zijn blij dat zij dat niet hoeven doen. Dus daar zit ook de winst van. Ja, dat is een Ruud idee. Ja. En ik hou gewoon heel erg van ongemak. Dus nou, dat krijgen we daar wel cadeau. Je lul laten zien. Klein stapje naar Louis C.K. Zeker. Wauw. Ja, hele mooie brug. We vragen steeds, wat is het grote nieuwe talent? En dan zeg je Louis C.K., maar die man is al sinds, wat is het, 85 is hij bezig. En daartussendoor is hij er nog even uit geweest, want hij is natuurlijk beschuldigd van seksueel onplaatsbaar gedrag. Hoe noem je dat? Hij trok zich af bij vrouwen. Ja, die moesten dan toekijken. Ja. Die moesten toekijken. Nou, ik dacht, aanstormend talent, wie speelt er nu voor kleine zalen? Ja. Louis C.K., dat was mijn redenatie. Ja, hij moet terugkomen uit een diep dal. Zeker. Ja. Laten we luisteren naar jouw fragment. Een van zijn bekende monologen bij Saturday Night Live. En hij heeft het over kinderverkrachters. I mean, when you consider, it's so crazy, because when you consider the risk in being a child molester, speaking not of even the damage you're doing, but the risk, there is no worse life available to a human than being a caught child molester. And yet they still do it, which from you could only really surmise that it must be really good. I mean, from their point of view, from their, not ours, but from their point of view, it must be amazing. Ja, hij gaat er gewoon met een bottenbijl in gewoon. En ook nee. Zo van, het is ook een, hij heeft ook iets gevonden waardoor je denkt, het kan niet wat je zegt, maar je hebt een gek soort punt, zeg maar. Ja. In combinatie met dat je ook echt wel aan hem ziet, dit kan niet, maar ik ben het nu toch aan het doen. Dat 1-2'tje is natuurlijk heel leuk. Ik lach en omdat ik het fantastisch vind dat je dit hebt verzonnen. Mm-hmm. Maar ook omdat ik zie dat jij vindt dat dit eigenlijk niet kan. Daar zit een deel voor mij van de lol. Ja. Ik bedoel, hij had het niet deadpan moeten doen, zeg maar, met een serieuze blik. Want dan is het echt een hele onsympathieke grap. Hij heeft toch ook grappen gemaakt over het feit dat je masturbeert voor vrouwen. En dat hij dus. Nou, hij is niet veroordeeld, maar hij is wel behoorlijk aangeklaagd door diverse vrouwen. Ja. En toen hij weer terugkwam op het toneel, heeft hij daar ongelooflijk veel grappen over gemaakt. Ja, nou ja. Dat... Is dat goed of is dat... Ja, wat? Kijk, je kan het niet ontkennen. Nee, dus, snap ik. Dus en als hij... Maar je hoeft er niet over te praten, toch? Ja, maar dat zou ik schijnheilig vinden. Ik denk dat er weinig heilige huisjes zijn voor comedians. Mm. En als je dan zelf iets doet wat ook nog eens een keer in een soort van taboe-achtige sfeer ligt. Ja. En bedoel ik niet... Dan bedoel ik letterlijk gewoon, het gaat weer over aftrekken. En weet je, shit. Ja. Uitgerekend, die kink ligt nu op tafel. Nee, ik denk dat je dan überhaupt niet meer terug kan komen. Als je daar omheen zou dansen. Nee. Maar stel dat je dit bedacht had. Zou jij dit voor een miljoenen publiek voor Saturday Night Live durven doen? Maar dat is ook, het is ook een kwestie van durven, hè? Ja. Kijk, ik...
heb de luxe ineens van een miljoenen publiek met de vooravond. Ja. En ik voel daar weinig dingen die... Ik voel daar eigenlijk geen begrenzing. Die krijg ik ook niet, dus dat is ook top. Maar context is wel key. Dus dit is wel dit is geen vreemde. En daarom werkt... Je hebt toch de credit, zeg maar, van Louis C.K. zijn. Mm-hmm. Of van Saturday Night Live. Ja. De vooravond, fantastische plek. Maar het is ook geen comedyprogramma. Nee. Dus moet ik daar... Moet ik het niet gaan hebben over dode baby's of... Ja. Nou ja, maar dat is wel belangrijk. Want je zegt, ik heb geen grenzen. Niemand die zegt wat jij precies moet doen. Nee. Je maakt die minuten en die lever je 's avonds aan. Die wordt wel bekeken van tevoren en dan wordt die uitgezonden. Hij wordt in de repetitie meegenomen, maar ik heb daar nog nooit wat op terug gehad. Buiten technisch een keer van, hey, we kunnen dit niet lezen of wat dan ook. Maar je denkt wel na over wat je wel en niet kan doen, denk ik. Want die plek, daar kijken ook kleine kinderen naar. En die zouden dat misschien anders kunnen uitleggen. Ja, daar ben ik dan niet best mee bezig. Maar kijk, ik heb een minuut. Ja. Dus daarom denk ik, ik kan niet binnen een minuut... dit doen wat Louis C.K. bijvoorbeeld deed. En als ik kijk naar mijn avondvullend... aan het eind gaat dat best wel lang over kanker. Wat toch ook voor veel mensen een moeilijk bespreekbaar thema is. Dat zit met een reden na 25 minuten pas. Mm-hmm. Omdat dat niet per se representatief is voor mijn oeuvre. Dus ik hoef er niet mee te openen. Van schijnbaar is hij de gast die alleen maar over kanker en de holocaust, weet je wel. Yeah. Dus ik merkte in de try-outs dat je moet een beetje krediet opbouwen. Oh, dit is een leuke gauw. Oké, nu gaat hij het ook nog echt ergens over hebben wat ik misschien ongemakkelijk ervaar. Ja, ja. En als ik dan de context heb van niet een comedyprogramma en ik heb maar 60 seconden, dan vallen er in mijn hoofd wel een paar dingen af waarvan ik denk, nee, maar dit komt niet tot z'n recht. Nee. Op deze manier. Dus dat, is dat een grens? Ja. Je kunt overal grappen over maken, maar het heeft wel met tijd en met de plek te maken. Ja. Context is... Ik geloof echt dat je in Hartje Mekka een grap over Mohammed kan maken. Maar ik, als witte Nederlander, moet daar wel harder voor werken, denk ik. Dan een moslimman die daar vandaan komt, ja. Dus ik denk dat je een grap kunt maken over Mohammed, maar het ligt eraan wat voor grap, toch? Het heeft met ambacht te maken en context. En vooral dat laatste is natuurlijk wel heel spannend. Jij had het aan het begin aan... Ik heb natuurlijk Huff the Proof gedaan, waar ik een klootzak speelde in Kenneth Camera, in een Candid Camera programma. Die Candid zijn heel vaak losgeknipt en op TikTok beland of wat dan ook. Waar ik een knijter racistische gast ben of wat dan ook. In één keer is de context weg van dat programma. Ja, het filmpje is een klein beetje opgeblazen. Dus het logootje van Nederland 1 valt ook nog uit beeld. En in één keer ben ik een knijter racistische gast. Dus nee, context kan ook een hoop kapot maken. Ja. Ja. We gaan naar jouw eigen trots. Je hebt een eigen nummer meegenomen. Zing, vecht, huil, bitch. Ja. Is dit ook de goede intonatie? Of is het zing, vecht, huil, bitch? Bitch. Precies. Ik moest even nadenken of het op een Ramses manier moest. Ik zing het wel hierin. Ik weet niet of dat het fragment is, maar dan is dat zing, vecht, huil, bitch. Ja. Ja. Waarom ben je hier het meest trots op? Nou, ten eerste omdat ik er best wel lang aan gewerkt heb gewoon. Het is gewoon een bit waarvan ik denk dat ze teksttechnisch solide in elkaar. Yeah. De beat is vet, is een mixpack, zo'n producer van nu, zeg maar. Ik vind al best wel lang, als ik naar cabaret kijk, dat de muziek die erin zit meer van nu zou mogen klinken dan man achter piano die begint met seizoen en jaartal, zeg maar. 1917. Ja, het mag ook wel vernieuwen. Ja. Yeah. Maar wat er belangrijk aan is ik maakte dit lied voor niemand. Omdat ik het gewoon een grappige woordpuzzel vond. Dus wat ik doe, ik heb bijna alle cabaretiers van 89 namen of zo verwerkt tot een tekst. Ik maakte dat voor niemand. Toch, als ik wel eens uit enthousiast... Ja, gewoon omdat ik het vet vond. Ik vond het vet om te doen. Toch als ik het wel eens uit enthousiasme liet horen aan mensen van... Ik heb nu toch het René van Meurt naar een workout als ik comedy train. Dat is toch een vette zin. En dan zeiden mensen, ja, maar er is geen markt voor. Waarom zou je dat doen? Daar gaat je tijd. Toen dacht ik, ja, maar dat is niet de motivatie of zo. Ik maak niet met het oog op een markt. En toen heb ik dit een keer gedaan ergens in een achterafzaaltje. En toen stond er toevallig iemand die de Polifinario prijsuitreiking organiseert. En die zei, is dit een heel lied? Ik zei, ja. Ja hoor, ja klopt. Maar dat was helemaal zo, ik had 8 maat of zo. En toen vroeg hij of ik dat daar wilde doen tijdens de Polifinario. En dus dat is een zaal met alleen maar cabaretiers. Eigenlijk het slechtste publiek wat je kan hebben om een grap te maken.
Nou, ze lachen niet natuurlijk. Dan... Ja, nou, ik kreeg... Ja, dat... Nee, als ze niet lachen, toch? Als ze niet lachen, onderling, dan is het dan is goed. De grap heel goed. Ja. Dan is het goed, ja. Dan, ja, dat vinden ze vervelend. Wauw, zegt dan iemand. Ja. Ik had, dat zei Peter Pannenkoek vorige keer, ja. Nou, ik stond met Peter te praten een week of wat terug. En toen zei hij iets. En toen was hij, ja, is dit al iets? Ga je hier wat mee doen? Ik zei, ja, dit ga ik wel. Ah, shit. Echt zo gestolen. Oh, goed, en voelde zich bestolen. Ja. Nee, ik ben gewoon trots op de nummer. En het heeft er echt voor gezorgd. Ik ben, denk ik, best wel lang niet zo zichtbaar geweest. Dit was dat veranderende moment. Na die prijsuitreiking. En het bleek dus als een goed ding te worden ervaren. Ja. Toen wisten boekers ineens wie is deze Pokémon. En collega's wisten dat. En impresariaten wisten dat. Dus wat begon als iets, ik maak het voor niemand, werd wel echt een... Het heeft me ook Dit Was Het Nieuws bijvoorbeeld opgeleverd. Ja. Erik van Souwers zag dit en dacht, oké, hij is grappig. En hij kan ook nog dit, dat moeten we erbij hebben. Ja, want je hebt hier een minuut van meegenomen. Ja. Als fragment. Maar ik vind dat dat niet helemaal tot z'n recht komt. Dus we laten hem helemaal horen. Wauw, nice. Zing, vecht, huil, bitch. Het pad om hier te staan is vaak lang. Over zonne, schone zwanenvelden. Langs Liebergen, over Van Duinen en door Weijers. Door krappe Kasper van de Laantjes, door Van de Burgjes. Met schippers over de Van Amstel en over groene dijkjes. En daarna sta je dan. In de Polderman of op Zeeland. En je hoopt gewoon dat je talent gezien wordt. Mike, check. Soen dos stress. Hecht een berg waarden aan de jonge generatie met een goede mond. Doe dit als is maagdenbloeien konden. Freek de jonge gozer is hier nu de man. Joep is van de Dam, Herman Vinkemaf. Ruud is hier koning, Martijn aan de kant. Kan. Ben die neeën Nederlands hoop. De naar een polyfinario, de te en neutenboom. Ik maak van Sam die voort een vrijmibo. Ben een andere toon, maar partisan ik niet zo. En Najib Amal me wat go. We zullen doorgaan. Ik stop niet voor naar vieren, draai met Alex ploegendiensten. Wil mijn vanloon goed verdienen. Doorgaan. Maatje daaraan is, je moet het uitkienen. Je wil geen droog brood instaan te Wallis de Vriezen. Dokter Anders P, dokter Anders P. Is het onderhand niet eens tijd dat iemand het anders doet? Pannenkoek Peter, heer schop de gevestigde orde tegen. De spijker met zijn kop, wat Wim kan ik beter. Wat Wim kan ik beter. Hey. Wat die Wim kan ik. Wim kan ik. Wim kan ik. Wat Wim kan ik beter. Tim kampt met dat ik hem met zijn broer verward en grijpt het heilloos naar je strot. Ja, dan kom je hals tekort. Liefde, dood en zwaartekracht. En Jan Beuving, schijnbaar is er iemand die wiskunde leuk vindt op een zaterdag. Spetter Pieter Bater. Bij Jan Dino asperaatje, toch precies wat er gaat arie komen. Woesting in zijn laadje, langs het tuinpad van jouw vader staat een leegstaand theater. Van het dorp naar Kaandorp en we zingen dat het leven zo zwaar is. Zo zwaar. Hey, alle hens aan je breier. Dek jij Bert Vissert achter het net de Jochem Meijers weg. Bientel, want de boeren fraten het. Er zijn nu heertjes en zijn keizers en derks voor wat het waard is. Kom proeven, want je smaak is weg. Ik zoek mazen in theaterwetten. Zorg dat je mijn show op sterk water zet. Voelde Daniel Arends ogen in mijn Jan-Jaap een lage wal geraakte rug. Doe het voor de zwarte katse. Zing, vecht, huil, bitch. Zing, vecht, huil, bitch. Zing, vecht, huil, bitch. In je mijl, hou je dekking hoog. Dat is het spectrum zo. Mensen staan voor je in de lauwrij. Omdat jij die avond een paradijs voor ze klein. Mensen zijn zo down met jou, down als Boudin. Zouden zelf geen grap verzinnen, net als Gabier. Kosten wat het kost doordat ik dit overleef. Het René vermeurt naar een workout als ik comedy train. Na zo'n Jiske vette trek ging Karen Bloemen zee. Nee, ik steef een popchampagne met al mijn zinnen zijn clickbait. En ik, ey, wie ben ik in dit spel? Cabaret-anarchisten, komisch rebelden. Nooit finalisten, verbitterd als hel. Nee, voor mij geen leidensweg, ik kan maar red me wel. Ik ben geen Kees van getornde artiest die er de brei aan geeft. Ze van Koten en de biezen pakt en met Theo op een eiland leeft.
Nee. If I van Vliet te zien, weet ik zeker dat ik werd heimwee kreeg. Oh, en het recht om mijn talent nu niet te zien, is er één die alleen Vincent Bijlo heeft. Yeah! Ja. 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 Ben je heel trots op? Ja, het rare is ook nog eens een keer, ik heb dit echt blind gedaan. Het is best wel veel tekst. Ja. Yeah. En wij lieten op de achterwand de namen meelopen. Dus daar was ook geen ruimte voor impro, zeg maar. Ik moest het goed doen. Mm-hmm. Dus ik had het mezelf best wel moeilijk gemaakt. Ik heb dat niet zo ervaren. En iedere keer nu als ik aan terugdenk, krijg ik zenuwen. Dus die heb ik er pas daarna gekregen, wat fijn is. Maar bij nader inzien denk ik, god damn, dat was een leap of faith. Want dat duurt gewoon 4,5 minuten. Wat krijg je dat nu weer? Als je dit ik zit hoort. Nu te luisteren en dan krijg ik kipvel niet van, oh wat knelt. Maar wel als een soort, oh die Ruud, dat is mijn grote voorbeeld. Nee, als echt zenuwen. Ja, met terugwerkende kracht zenuwen van, oh maat, er kon zoveel fout gaan. Ja. En er ging zelfs iets fout in, want de live versie staat online. En op een gegeven moment, dus als je denkt, deze zin zit er maar tussen, omdat hij ertussen zit, dat zijn vaak titels van programma's. Dus als ik zeg Derks voor wat het waard is het programma van Pieter Derks. Ja. Dus dat zijn geen toevalligheden, zeg maar. Nee. En ik had heel lang iets bla 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 van Nazareth daar staan of zo. Dus ik zei dit, dat en Rudy van Nazareth, zei ik live. En ik weet nog dat ik in die split second dacht, dat is niet goed, maar mijn mond begon al aan de goede nieuwe zin. En toen dacht ik, nou, dan komt het goed. Maar in de live versie. Dat was weer zo'n blauw stukje van de. Pieter kwam achteraf naar me toe en zei, ik zag mijn naam, maar ik snapte Nazareth niet. Ik zei, nee, ik fokte daar een zin op. Ja. Maar als ik daar de tekst kwijt was geraakt, weet je, de hele magie had daar echt kunnen sneuvelen. Ja. En nu liep ik af en ik weet nog dat Henry van Loon en Kees van Amstel zo stond. En Kees Toorn, want dat is natuurlijk de man van de taal, zeg maar. Ja. En die vonden het vet. En, dus als je het dan hebt over mensen die... Kreeg je een groot applaus of waren ze een beetje stil? Ja, heel groot applaus. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Oh, dan heb je het toch goed gedaan. Ja. Ja, en als ik nu terug hoor, denk ik, oh, het is ook wel een langzame track. Maar het is ook gemaakt met het moet live kunnen, zeg maar. Zat Micha Wetter aan me nou in, of niet? Ja, weet ik zeker dat ik werd heimwee kreeg. Zeg ik nou ja. Ik vind het een mooie manier om af te sluiten. Ja. Dankjewel, Ruud. Dankjewel, Gijs. Ik vond het leuk. Nee, ik ook. Ja. 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 Dan zijn we snel door de tijd heen ook gewoon. Ik weet niet hoe lang wij... Oh ja, het dat is al een kwart over vijf. Of kwart over zes. Of wanneer je kwart voor drie. Je ligt eraan hoe laat je luistert. Boze mails. Hoe durf jij te zeggen hoe laat het is? Alle stand-up comedians geven wij het laatste woord. Dus bij deze ook aan jou. Oh, mocht. Pardon. Als je druk op volg. Dankjewel. NPO Radio 2.